Goh, het is inmiddels al eind november, het is echt vet koud al. En ik verwacht dat de vis zich steeds meer gaat terugtrekken richting winterstekken. Dus obstakels op dit moment echt favoriet. Vandaag neem ik jullie mee en wil ik een aantal zaken toelichten hoe ik mijn obstakelvisserij inzet op een verantwoorde wijze. En toch nog uiterst effectief. Heel bewust kies ik voor gevlochten hoofdlijn. In dit geval de slackliner breed, 30/100. De vis is toch al wat trager en ik wil een directe beetregistratie en natuurlijk volledig druk kunnen zetten op het moment dat de vis het obstakel in wil duiken. Met breed ben je dan natuurlijk veel meer in controle. De snag en shock leader is absoluut noodzakelijk voor de demping tijdens de drill. En een tweede voordeel is dat de lijn perfect mooi tegen de bodem aanzinkt. Dus heel bewust kies ik voor de fluorocarbon hybrid. Dit is wat mij betreft de perfecte snag en shock leader voor deze omstandigheden. Ik raad jullie van harte aan om minimaal 10 meter van dit voorslagproduct te gebruiken. Hier ga je absoluut de voordelen van merken. Voor mij is de Albright knoop een hele betrouwbare knoop die de voorslag met de hoofdlijn verbindt. Om deze goed af te werken maak ik gebruik van een knot protector sleeve. Deze voorkomt dat tijdens het werpen of uitvaren de lijn blijft haken achter de knoop. Op deze manier vis ik zo visveilig als mogelijk. En de knot protector sleeve kan dan ook in zijn geheel door het loodsysteem heen. Wat ervoor zorgt dat tijdens een eventuele lijnbreuk de vis het volledige systeem kwijtraakt. Het loodsysteem wat ik in deze situatie inzet is het Central Shocker System. Ik zet deze vandaag naked in, dat wil zeggen geen leader omdat ik al met een voorslag vis. Wat ik aanpas is dat ik de voorslag door de grote ring van de Quick Change ringswivel voer. Heel bewust doe ik dat zodat de voorslag veel minder wrijving ervaart. De richt die ik inzet is net even iets anders dan wat ik normaal gebruik, want ik kies in deze omstandigheden het liefst voor een klauwhaak. Deze klauwhaak is wat dikker kwadraat en de punt staat licht naar binnen. Dit zorgt voor een veel betere grip in de onderlip. Zeker in situaties waarin je behoorlijk druk moet zetten op het moment dat je een aanbeet hebt, is dit de perfecte haak om in te zetten. Ik kies voor een iets groter haak, een size 4, pak nog net even wat meer vlees. En in deze situatie kies ik dan ook weer voor de shot in de hoek, omdat een klauwhaak net iets minder agressief is dan een haak met een rechte punt. Die shot in de hoek zorgt er dan toch voor dat die haakpunt snel naar beneden gaat en richting de onderlip dirigeert. En als die eenmaal zit, gaat die absoluut niet meer los. Ik vis met een kleine snowman presentatie, twee 15 mm boilies tegen elkaar. Op mijn snowman presentatie bevestig ik een weight screw, wat ervoor zorgt dat het gewicht van het haakhaas verzwaard wordt, wat een nog betere inhaking genereert. Het obstakelvissen zorgt bij mij altijd voor een enorme kick. Wil jij die beleving ook ervaren? Doe het dan in ieder geval verantwoord. Verantwoord obstakelvissen voor mij is dicht op je hengels zitten. De lijn zo rechtstreeks mogelijk naar het obstakelvissen. Slip dicht. En bij een aanbeet zorgen voor constante druk. Dat betekent hengel oppakken en achteruit lopen. Dit kan alleen met het juiste materiaal. Zo ben jij de situatie altijd de baas.